Dames en heren, dit is een soort van medley met Vive la France eerst. Vive la France met my friends, op naar Frankrijk, op naar de Champs-Élysées. Vive la France met my friends, op naar Frankrijk. Wie gaat er met ons mee? Vijf of zes uur in de auto cruisen. Daarna uitgebreid terwijl gaan douchen. De volgende dag weer vroeg eruit. Waar we heen gaan, dat boeit ons geen fluit. Vive la France met my friends, op naar Frankrijk, op naar de Champs-Élysées. Vive la France met my friends, op naar Frankrijk. Wie gaat er met ons mee? Gaan we ons vervelen met z'n allen? Of kroeg in kroeg uit, luid op straat staan lallen? De Sacré-Cœur, de Notre-Dame. Of gaan we met z'n allen in de Franse tuinen wandelen? Wij gaan naar Frankrijk, we hebben heel erg zin. Gaan we al rijden, druk het gaspedaal maar in. Wij gaan naar Frankrijk, we hebben heel erg zin. Gaan we al rijden, druk het gaspedaal maar in. Vive la France met mijn friends, op naar Frankrijk. Op naar de Champs-Élysées. Vive la France. Friends, op naar Frankrijk, op naar de Champs-Élysées. Vive la France met mijn friends, op naar Frankrijk. Wie gaat er met ons mee? Dit is Worst van de Hema. En die is van Trio Kloosterboer. Ik hou van een meisje dat niemand zag staan. Toch is ze heel lief hoor, neem dat van me aan. Dan lopen we samen, romantisch bij nacht. En pak ik haar hand en fluister haar zacht. Bent zo warm als een worst van de Hema. Je bent zo fijn als de wijn van Albert Heijn. Ruik ik een gebakken visje, denk ik bij mezelf ik mis je. Zou je daarom zo om op te vreten zijn? Ik hield van een hapje, vooral tussendoor. Maar ook na het eten en ook wel ervoor. Waar heb ik mijn buik voor? Van slaatjes en snacks. Dan heb ik jou voor de lekkere trek. Je bent zo warm als de worst van de Hema. Je bent zo fijn als de wijn van Albert Heijn. Ruik ik een gebakken visje, denk ik bij mezelf ik mis je. Zou je daarom zo om op te vreten zijn? Je bent zo warm als de worst van de Hema. Je bent zo fijn als de wijn van Albert Heijn. Ruik ik een gebakken visje, denk ik bij mezelf ik mis je. Zou je daarom zo om op te vreten zijn? Volgende ook van Trio Kloosterboer. En dat is Hupsakee.
Ik heb een vreselijke ziekte. Ik ben lam en ik heb pijn in mijn schoen. Maar dat is nog niet eens het ergste. Nou, de dokter kan er niks aan doen. Het is erger dan een doorsnee depressie of de ziekte van de Latourette, waarbij je zomaar poep, kut, lul zegt. In plaats van tober mag ik een servet. Hupsakee, ik zeg dan maar weer hupsakee. In mijn rolstoel zeg ik hupsakee, met mijn voeten naar beneden. Ik haal mijn tanden uit mijn mond voordat ik ga slapen, omdat ik daar binnen niet zo heel lekker zit. Maar overdag zit het weer stevig in mijn kaken, en het is niet eens een kunstgebit. Ik was op mijn 15e zo kaal als een biljartbal, en op mijn 16e werd ik grijs. Op een concours voor de mooiste gehaktbal konnen me aan bij de eerste prijs. Hupsakee, ik zeg allemaal maar weer hupsakee. In mijn rolstoel zeg ik hupsakee, met mijn voeten naar beneden. Want naar boven valt niet mee, hupsakee. Ik zeg al dan maar weer hupsakee. En als ik s'avonds in een afgrond glee, dan zou ik zeggen hupsakee. Ik haal mijn tanden uit mijn mond voordat ik ga slapen, dat zei ik al. En over de piercing in mijn eikel wil ik zwijgen. Dat als er zo gezwollen uit gaan zien, begint de oogjes en de neus te krijgen. Het wordt een kind, een jongetje misschien. Van Trio Kloosterboer, en dat is Guacamole. Haar flatje was klein, waar zou haar slaapkamertje zijn? Ze bleef even staan bij haar fornuis. Ik zei, hey, ik wil een zoen. Ze zei, nee, ga ik hier niet doen, want ik heb iets veel beters in huis. Ogen dicht, nou neem een hap. En ik ging volledig uit mijn dak. Lieve God, wat is dit lekker, schat. Hoe heet het, ze zei kwak. Wat? Kwak. Oh, kwak ja. Guacamole, bij de Mexicaanse pot. Guacamole, oh, ik ben toch zo verzot. Op guacamole, avocado en zo. En het smaakt net als een tongzoen van Brigitte. Uit mijn bed. De frietboer doet mijn bal gehakt.
met patatjes in een zak. En hij vraagt me, wil je mayo? Ben je gek, vent? Ik wil kwak. Wat? Kwak. Oh, kwak ja. Guacamole bij de Mexicaanse pot. Guacamole, oh, ik ben toch zo verzot. Oh, guacamole, avocado, nou nou. En het smaakt net als een tongzoen van Jolante Cabau. Guacamole bij de Mexicaanse pot. Guacamole, oh, ik ben toch zo verzot. Oh, guacamole, het is net dat pakkie vol met schot, maar wel van God. Dankjewel voor het kijken, dames en heren. Of zal ik er nog eentje doen? Nog eentje. Dat is dan afsluitend met broodje bapao. Je eet het zonder lepel, het is van deeg en het is van vlees. Als een tietje zonder tepel ligt er bij de Vietnamees. Het wordt niet zoveel gegeten, net als één koket of zo. Je zult de naam niet gauw vergeten, het heet broodje papa o, oh, o oh, broodje papa o. Oh. O oh, broodje papa o, oh. O oh, broodje papa o, oh. O oh, broodje papa o. Oh. Het is een heel raar hapje, altijd in het begin. Telkens weer diezelfde twijfel, zit de vulling er wel in. En als je ooit een hap zult eten, denk je oh 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 oh. Je krijgt kaarten als een pitbull van zo'n broodje papa oh. Oh broodje papa oh. Oh broodje papa oh. Oh broodje papa oh. Oh broodje papa oh. Een dokter in de letteren, de zoon van tante G, zei dat het spul niet papao, maar meer bapao heet. Hoe het ook wordt uitgesproken, blijft een rare hap. En als je het weer uitkotst, krijg je een broodje oabab. Ho, broodje oabab. Oh, 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 broodje oabab. Oh, 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 broodje oabab. O oh, broodje oabab, brr. Broodje papa o, oh. O oh, broodje papa o, oh. O oh, broodje papa o, oh. O oh, broodje papa o. Oh. Bedankt voor het kijken, mensen. Bedankt voor het kijken. En dikke doei.